Maar spoorboekloos rijden, dat houdt in dat de treinen elke 10 minuten vertrekken en je dus minder lang hoeft te wachten. Dat klinkt goed, maar je weet, dit is de NS, dit gaat fout. Gedupeerde reizigers, kom er maar in. Ik vind het echt fantastisch. Ik sta net te kijken en normaal moet ik een kwartier wachten, maar nou is het gewoon in één keer door. Nou, dan hoef ik niet te stressen om op tijd bij de trein te zijn. Ik reis elke dag van Amsterdam naar Eindhoven voor mijn werk, dus hoe vaker, hoe beter. Ja, oké, dit is allemaal goed geregeld, maar wie zijn er weer de dupe? Precies, de mensen die graag zeiken op de NS. Hè? Wat moeten die nu? Typisch weer de NS hoor, kom ik aan op het perron, staat er een trein. Dus ik stap in, allemaal zitplekken, rijdt die weg, op tijd. Had ik mooi mijn aansluiting te pakken. Dus ik bereik mijn bestemming, kom ik aan bij mijn fiets, wat denk je? 2 harde banden. Nou, ben ik maar naar huis gefietst. Ja. Kun je er wel druk om maken, maar je hebt er toch geen invloed op. Nou, was iedereen dan blij? Nee. In Vught, tussen Den Bosch en Eindhoven, zijn ze niet blij met nog meer treinen per uur. Hoeveel vaker gaan ze dicht? Ze gaan bijna het hele uur dicht. We hebben hier spoorwegovergangen, die zijn 45 minuten per uur dicht. Wow, de nieuwe trein is dus een soort ijzeren gordijn, dwars door Vught. Waardoor hele families verscheurd raken. Ja, mijn lieve tante was destijds boodschap aan het doen aan de andere kant van Vught. En toen werd net een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Ik heb er nooit meer gezien. Oost-Vught, de Vlasmeerse straat. Er wandelen mensen op weg naar de action. Nou goed. Over het spoor, over de intercity trein. Omdat ze soms in de ethos... soms ook in de kruidvat willen zijn.